Geitje in de stal. Op een paneeltje geschilderd, gesso geprepareerd. Warm grijs acryl ondergrondkleur. Van Dijk bruin. Een onderschildering gemaakt. Gelijk met de kwast. Zoeken naar verhoudingen. Lapje erbij. Iets grotere precisie aangebracht. Het lijf een beetje ingekort. Nu komen de lichte partijen erbij. Wit met Van Dijk bruin en een beetje ultramarijn. Niet gelijk al te wit gaan. Langzaam opbouwen, steeds meer lichtere vlekken aanbrengen en proberen de donkere onderschildering er tussendoor te laten meespelen. Hier heb ik alvast wat kraplak bij de neus, ogen en oren aangebracht. Goed, dit was de eerste dag. Eerste opzet. Het is met Liquin geschilderd, dus hij is de volgende dag droog. Die toch vrij dun geschilderd is. Is die achtergrond er wat steviger ingezet. De witte partijen nog meer wat extra aangezet. Hier kan je zien dat het een uitspaartechniek is. De donkere partijen die blijven tussen de witte partijen zichtbaar. Het krablak nog een keertje aangegeven bij de ogen, neuzen, oren, neus en ogen. Hier heb ik de witte partijen nogmaals gehoogd met painting paste en Liquin. Stroder wat eerste aanzet gegeven. Oké, nou is de verf weer droog. Een paar dagen later. Dan doen we weer verder. De ateliermascotte die zorgt voor inspiratie. Eerst over het geheel een heel dun laagje medium geborsteld. Dus dat is in dit geval dus Liquin met solvent, een soort terpentine zeg maar, sterk verdund. Wordt veel te dik. Dan gaan we de vacht nog weer wat. Oh nee, gingen we eerst proberen of ik die pootjes wat meer gedefinieerd kon krijgen. De schaduw op de kop heb ik met een glazeerlaagje. Zwart met een klein beetje rauwe omber. Voornamelijk zwart heb ik die overgangen ietsjes aangezet. Met een varkensharenkwast kan je het lekker dun aanbrengen. Nu nog weer in de achtergrond gaan werken. Ik heb de achtergrond ietsjes lichter geschilderd. En gekeken of ik daar een soort suggesties van stroobalen of iets, zoiets dergelijks in kon krijgen. Om het wat meer te definiëren. Nu ga ik het stro nog weer ophalen. Was nog niet helemaal lekker, vond ik. Was nog een beetje een explosie van streepjes. Ik wil het ook echt geconcentreerd hebben onder die kop. Wat licht betreft. Dat is een varkensharen kwast van Da Vinci. Merk Da Vinci. Kwastenmerk. Rode steel. Dat zijn de langharige varkensharen kwasten. Daar kun je mooi de verf ermee opleggen. De wat dikkere verf.
Zoals ik al zei, het paneeltje is van Multiplex. Dat geeft een beetje een vezelachtig oppervlakte als je die prepareert met gesso. En dat pakt de verf dan ietsjes lekkerder dan bijvoorbeeld op een MDF paneeltje. Dat wat gladder is. Je blijft die nerf van het hout wel een beetje zien. Hier ga ik de witte partij nogmaals een keertje ophogen, weer met die Da Vinci kwast. En een beetje paste, painting paste, een klein beetje medium. Er zit ook een heel klein beetje geel door mijn wit nu, zodat het wat warmer, die uiteindelijke toetsen wat warmer worden. De combinatie van heel dun zwart met wit waar een heel klein beetje geel doorheen zit, geeft een aardig effect aan zo'n vacht, zo'n witte vacht. Dan zien jullie dus aan de andere kant. Het paneeltje is denk ik 30 bij 25, zo in mijn hoofd gezegd. Een vrij klein schilderijtje dus. Goed, nou het schilderij is voor nu is die af. Ik moet hem eens eventjes een tijdje op een afstandje bekijken. Misschien dat ik er volgende week nog wat aan doe. Nou, ik heb toch nog wel wat aan gedaan. Dat is hier nog niet zichtbaar. In de uiteindelijke foto. Ik vond die lijn van de rug vond ik nog iets te strak, te recht. Dus die heb ik er nog wat in veranderd. Zoals je het kan hier zien, zit een kleine welving in.